Yo, kijkers van Watchjagger, welkom bij deze nieuwe video van Kingdom. Doe vast eventjes dat duimpje omhoog en geniet van deze leuke nieuwe aflevering. Dit is een verhaal uit oude tijden. Een eeuw waarin er oorlog en verschil in idealen steeds vergroot wordt. Empire, die steeds meer betrokken werd bij de tirannie van koningen, liet Zera in de steek. Tiranen verbanden hun trouwste bondgenoten om de mening van het volk te kunnen waarborgen. Hierdoor trokken mensen met hun droom en passie naar Zera om daar hun droom waar te maken. En ik ben daar één van. Die gemaskerde mannen die zijn gewoon ontsnapt. Of in ieder geval die ene dan die aan het bureautje zit. Het is allemaal jouw schuld, Jari. Ja, maar... ja. Je had gewoon meer wachters mee moeten nemen. Dat is de fout geweest. Ja. Die zijn er gewoon. Er zijn er niet genoeg soldaten en zeer aan de boel in gaten te houden. De legermacht is gewoon te klein. Ja. Daar heb je trouwens wel een punt. Dat is echt een probleem, ja. Maar goed, dat houdt er niet... dat wil echt niet dat die vent zomaar had kunnen ontsnappen. Jari, ik geef jou de taak om die man op te sporen en hem in onze cellen te gooien. We gaan hem ondervragen en kijken wat hij allemaal weet van die organisatie. Komt goed. Schiet op, er is geen tijd te verliezen, man. Hé hey Jens, ga even dat rechterbosje checken. Snel. Wel oppassen. Wat doe jij, Danny? Ja, wij zagen bewegingen in Empire gebied, dus ik vertrouw het niet echt. Dus ik heb een paar manschappen bij elkaar geroepen, voor het geval dat. Hé hey Jens, heb je al wat gevonden? Nee. Ah. Oké, Alwin, ik denk dat we er bijna zijn. Daar zijn ze! Grijp ze! Zo, en wie mag jij wel niet zijn? Ik? Ik ben de koning van Xar. En ik ben Somal. Alsjeblieft, doe normaal. Ja, misschien is mijn titel verleden tijd, maar dat komt door Empire. Empire is langs geweest en heeft iedereen vernietigd. En dat boeit mij wat? Nou ja, hopelijk wel. Maar misschien de koning wel. En dat verklaart ook waarom jullie op Empire gebied rondlopen? Nou ja, voor zover ik weet is dit de enige optie. Ja, er zijn wel meer opties. Via Lyork, Medusa, die kant op, Kali. Maar ik geloof er geen bal van, want dit zijn gewoon een stelletje spionnen van Yennava. Grijp ze, mannen! Ho. Ik denk dat koning Leon hier meer wat van af weet, Danny. Dus laten we hem maar beter meenemen naar Damgard. Dat dacht ik niet. Mannen, pak ze nu! Thomas, ren naar het bos. Ik houd ze op afstand. Vieze verrader! Jari, je hebt een grote fout begaan. Kom terug! We moeten zo snel mogelijk naar Dawnguard komen. Want ik had eigenlijk liever iemand anders hier tegengekomen. Op wie dan eigenlijk, als ik vragen mag? Want niet zomaar iedereen komt uit Empire lopen. Ja, een gemaskerde man. Echt een gevaarlijk man. Maar een gemaskerde man, is hij dan waard om je leven te riskeren en op Empire te gaan? Nou, als jij meerdere Zeranen vermoordt en koning Leon van de troon wilt schoppen, daar zet ik wel mijn leven voor op het spel, ja. Nou ja, je ziet maar zo. Niet elk land is veilig, maar ja. Ja, precies. Ja, het begint donker te worden, ja. We moeten een plek vinden om ons geld te houden. Oké, laten we opschieten. Nou, het begon allemaal toen ik het overnam van Thies. Xar ging de goede kant op, we hadden allemaal een fijn leven. Maar ja, toen viel Empire aan. Ze begonnen heel erg onschuldig met kleine torens te plaatsen voor de wacht. Maar dat escaleerde eigenlijk al best wel snel. En ze begonnen gewoon dorpen uit te moorden. Kinderen mee te nemen. Ja, en toen duurde het niet lang meer. Van Xar was echt verloren. En wij moesten jammer genoeg vluchten. Ja, toen ik heb zelf ook al een aantal weken in Xar geleefd toen ik met tussenreis naar Zera deed. Oh, in welke tijdsperiode? Of van Thies?
dat is nog fantastisch, maar dat is echt al 5 jaar geleden. Nou, in ieder geval, Alwin en ik wouden eigenlijk naar Zera komen om aan Leon te vragen of hij nog meer slachtoffers kon helpen. Oh ja, ik kan je nou beloven dat ik bij koning Leon zal krijgen. Nou, hartstikke bedankt. Ah, het begint wat koud te worden, jongens. Ik zal eens even een vuur maken. Nee, doe maar niet. Nee, dom. Voor het weet staat Danny hier met heel zijn leger. We moeten nu weg. We zijn bijna in Dangar. Nog even dit pad aflopen, dan komen we langs Goldshire en dan zijn we er binnen. Oh, dan is het nog maar een klein stukje. Ja, precies. Zo, Jari, jij dacht hier zo mee te kunnen komen, hè? Ja, zoals je ziet wel. Dacht het niet. Je bent mooi omsingeld. Wat was je van plan eigenlijk? Ja, ik heb mijn belofte gezworen aan Thomas dat ik hem naar Dangar zal brengen en die zal ik ook zeker nakomen. Ja, jij komt wel vaker dingen niet aan, jongen. Mannen, pak ze! Deze ben jij, Jari. We gaan. Maar natuurlijk begrijp ik je situatie, koning Thomas. Elke Xariaan uit waar in de wereld dan ook is vrij om hier naartoe te komen en onderdak te vinden. Dat is hartstikke fijn om te horen. En we zullen je ook echt heel erg dankbaar zijn. Ja, ik heb nog wel een aantal plannen voor jullie. Want ja, jij bent natuurlijk koning geweest van Xar. En het is niet leuk om terug in de sloebers te landen, als ik het zo bekijk, voor uw gezondheid. U heeft natuurlijk ook een leven van luxeheid en weet ik veel, rijkdom. Ja, dat is wel waar. Maar alsnog, ik ben sowieso wel dankbaar dat we hier veilig zijn. Ja, maar ik heb een geweldig plan. En dat is dat ik jullie diplomaten ga maken van Zera. Waaronder dat jij onze eerste diplomaat zal zijn, Thomas. En Alwin, baron was je toch? Klopt. Ja, ik heb het er even met Jari over gehad en we kunnen jou wel tweede baron maken. Nou, we kunnen eigenlijk niks anders zeggen dan dankjewel. Ja, ik bedoel dan tweede. Ja, nee, dat begrijp ik. Oké, prima. Ja, nou heb ik nog een plan. Want ik zie dat de wereld niet meer echt in harmonie is zoals wij het voorheen hebben gehad. U vraagt u zich waarschijnlijk af wat speelt hier een rol in. Het is namelijk dat Xar, zoals u zegt, dat het niet meer van uzelf is, maar dat andere kingdoms op dit moment ook vrij actief bezig zijn met hun ideeën. Waaronder Yennava. Dus het leek mij wel een goed plan om een alliantie te gaan sluiten met bepaalde kingdoms. Oké, en welke kingdoms had u in gedachten dan? Nou, ik dacht bij mezelf aan eventueel Fenrir of Medusa, want dat zijn op zich kingdoms die vrij neutraal aan Medusa liggen. En ja, Fenrir ligt dan flink in het zuiden. Maar het is een vrij nieuw kingdom. Maar mijn idee is zeg maar van, als zij met ons samen moeten gaan werken, dan moeten ze niet kunnen samenwerken met Yennava. En dat is wat ze op dit moment doen. Dus ja, wij kunnen niet samenwerken met kingdoms die samenwerken met Yennava. Ja, loyaliteit. Ja, wordt aan de ene kant een heel goed pluspunt, maar het kan ook echt een nadeel zijn. Ja, en daarom zat ik dus te denken aan een kingdom wat totaal niet bij hun past. Of in ieder geval waar al vroeger een grote oorlog mee is geweest van Yennava. Een grote vijand, kan ik het wel noemen. En dan vraagt u zich af, welk kingdom mag dat zijn? Ja, welk kingdom is het eigenlijk? Het kingdom ten oosten van ons, oftewel Ljord. Dat is zeker eigenlijk wel een uitstekend idee. Ja. Want Ljord is groot, sterk, het heeft de manschappen. Ja, groot, veel mensen en draken.